Is iemand in lijden dat hij bidde? De grote bidder Jezus Christus, die vaak de eenzaamheid opzocht om contact met zijn vader te krijgen, die heeft ons voorgedaan hoe dat moet. Altijd. In Johannes 4 lezen we vers 19. De zoon kan van zichzelf niets doen. De zoon kan alleen iets doen wat hij de vader ziet doen. Jezus was volstrekt afhankelijk van God de Vader. Hij was zozeer mens dat hij uit zichzelf niets kon doen. Het staat er letterlijk. Zo ziet hij ook zijn kinderen, de christenen, de ware christenen. Als iemand die zich totaal afhankelijk weet van Christus zelf. Want God is het hoofd van Christus, zegt Paulus, en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. In die afhankelijkheid, in die gemeenschap met God, gaat iemand ontdekken wat het echte leven is. Wat vrijheid is. Wat vergeving van zonden is. Wat opstaan met Christus uit de dood der zonde betekent. Dat is zonder die gemeenschap van het gebed niet mogelijk. In dat kader moeten we ook die ziekenzalving zien. Het gaat om ouderlingen van de gemeente die navolgers van Christus zijn, die het beeld van Christus mogen vertonen, die hem in alles nodig hebben. Vanuit zichzelf zeggen, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie is tot deze dingen bekwaam? Maar mijn bekwaamheid is net zoals bij Paulus uit Christus. Mijn hoofd, mijn heiland. Het hoofd van de gemeente ook. Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Goedsmoeds, zoals Paulus dat bijvoorbeeld zegt in 2 Korinthe 5 vers 6. Wij hebben dan altijd goede moed. En dat zegt hij in verband met zijn aanstaande overlijden. Het is het gedeelte waarin het gaat over het overkleed worden met het nieuwe opstandingslichaam. Daar is hij zo mee bezig dat hij er ook over geschreven heeft aan de Korintiërs. En in dat verband, als hij denkt dus aan het opstandingslichaam, aan de oprichting van ons mensen, hè? De uiteindelijke oprichting van de mens zoals God hem bedoeld heeft, in de opstanding uit de doden. Nou, dan gaat het natuurlijk over de christenen, Gods kinderen. Als hij daarover denkt, zegt hij, wij hebben dan altijd goede moed. Want er komt een dag waarin wij met dat hemels lichaam, dat nieuwe lichaam, overkleed zullen worden. Godsmoes. Zo mag ook een kind van God vandaag de dag wel eens beleven. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Omdat we zien op de toekomst, op het koninkrijk. En wanneer de Jezus gaan begrijpen waarvan Paulus in Hebreeën 12 vers 2 schrijft, dat hij vanwege de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande niet heeft geacht. Lieve mensen, we gaan toe naar een zeer zware tijd. De zwaarste in de wereldgeschiedenis. De grote verdrukking. Wat zullen we het nodig hebben om over het lijden heen te zien op de vreugde die ons voorgesteld wordt. En wat zullen we het nodig hebben om de bevinding van de kerk der eeuwen ook de onze te mogen noemen. Zijt dan altijd Gods moeds.